Ik ben maar gelopen, want ik film het maar echt wel heel dicht op je. Goedemorgen. Het is dinsdag en ik ben helemaal verzopen. Het regent nogal hard. En ik moet Sarah naar school brengen, dus ik ben gewoon echt verweekt. Ik ben met de auto gegaan, want ik moet sowieso toch naar de winkels. En met die regen kwam er dat best wel goed uit. Ik moet even naar de Albert Heijn wat dingen halen. Ik moet naar de Action en de Blokker. En dan moet ik ook nog op tijd thuis zijn. Maar als alles een beetje mee zit, moet ik dat makkelijk redden. Dus ik heb een goede ochtend gehad. Ik heb echt de was al, die staat al aan, weet je, allemaal dat soort dingen heb ik allemaal al gedaan. En die ruitenwissers die maken de laatste tijd zo lawaai. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, maar ze moeten gewoon vervangen worden, maar dat ze zo is. Eerst was het alleen als het dan wat droger was met de regen. Maar nu ze helemaal doorweekt zijn, doen ze dat. Maar ja, het komt ook op de moet nog lijst. Eindelijk weer thuis en ben weer lekker scherp. Ik heb van alles gehad, wc-papier, dat is niet heel boeiend. Eieren, want gisteren was aan het koken. En toen heb ik Sarah snel naar de buurt gestuurd, want ik had geen eieren. Voor mezelf heb ik deze gehaald voor op de slaapkamer. Die vond ik wel leuk, alleen ik wilde nog meer, dus ik ga hem nog niet ophangen tot ik meer heb. Ik koop elk jaar een paasdingetje erbij. Dan heb ik deze, zag ik, die vond ik wel heel schattig. Dan heb ik aanstekers voor het fornuis. En mijn ouders die vieren zondag hun trouwdag. Dus voor een cadeau heb ik deze mand gehaald. En daar heb ik allemaal dingetjes. Ik heb deze chocolaatjes. Feestcakejes. Nou, dit is voor de bodem. Dan heb ik deze kopjes. Mr. Right en Mrs. Always Right. Dan heb ik een fotolijst with love. We kunnen ze gewoon een andere foto in doen, maar de tekst is wel heel erg leuk. Deze vond ik ook gewoon grappig, massageolie. En dan heb ik nog deze bakvormpjes. En dat zijn allemaal hartjes. En ik ga er nog wel iets meer in doen, maar dit is wat ik voor nu heb gevonden. Dus dat gaat wel een heel erg leuk pakketje worden en daar ben ik. En ik heb nog... iets aangevraagd, een proefpakketje. Ik denk dat dat deze is. En dan ga ik het laten zien. Als ik eruit wil. Oh nee, dit is iets heel anders. Ik dacht dat het mijn proefpakketje was, maar ik heb deze voor de lamellen besteld. Dan komt dat proefpakket later. Dat was met allemaal verzorgingsdingen. Even kijken. Maar... die lamellen, als het goed is kan je deze nat maken. Dus dan kan je ertussen beter schoonmaken. Want ik doe het vaak met de borstel van de stofzuiger. En dan krijgen ze wel stofvrij. Maar als er vlekken op komen. En dan zou je met deze zo ertussen moeten kunnen. Maar ik heb nu geen tijd om dat te proberen. Want het heeft vanochtend best wel lang allemaal geduurd. Dus ik ga Sarah de lunchtrommel klaarmaken. En dan richting school. En mijn nieuwe vriend mag zijn werk weer gaan doen. Als ik weg ben. Ik ben maar gelopen, want ik film het maar echt wel heel dicht op je. Nou, het regent en ik fiets dan vervelend, maar het waait. Dus mijn paraplu hier nu heel de tijd wegwaaien. Beetje jammer. En ik moet zo weer naar school terug. Ik moet even ergens mee helpen. Dus ik heb echt heel kort thuis, maar ik heb ook echt verschrikkelijke hoofdpijn de hele tijd. Dus ik zit even te denken of ik nog wat ga doen, maar ik denk dat ik gewoon heel veel ga liggen. En dan hoop ik dat mijn hoofdpijn en zo wat minder is. Want ik heb na school ook weer een afspraak. En dan kom ik thuis en dan wordt het eigenlijk ook alweer gelijk koken en alles. Dus ja, ik denk dat dat het plan wordt. Oh mensen, echt.
weet niet eens meer wat ik als laatste gevlogd heb, maar ik had dingen te doen, maar mijn hoofd, het is echt zo'n drukkende hoofdpijn, echt. Het is niet dat ik niet kan kijken, maar ik word er gewoon helemaal gek van. Het voelt gewoon niet lekker in mijn hoofd. Echt alsof mijn schedel, zeg maar, heel de tijd zo in mijn hoofd duwt. Ik kan het niet uitleggen en ik had dat ingenomen, dat helpt dus ook gewoon niet. Dus daarom zeg ik weet gewoon echt niet meer wat ik als laatste gefilmd heb. Maar ik ben dus nu even gewoon heel rustig aan het doen en kijken of het dan een beetje zakt. Hi, kom je? En als ik lig, dan is het wel minder dan als ik loop. Maar lekker voelen doet het niet. Hi, kusje. Dus ik hoop dat het wel beter gaat. Wel even tegenzet, want ik heb wel echt heel dorst, maar... Het duurde gewoon net echt, denk ik, 20 minuten voordat ik het fut had om naar de waterkoker te lopen. En het stomme is, ik voel me verder ook echt absoluut niet ziek of zo. Het is echt alleen dat. En vaak als je hoofdpijn hebt, dan ben je ook heel moe. Of... Maar dat is het allemaal gewoon niet. Het is gewoon, ik weet niet. Voor nu ga ik hier liggen op de bank. Met mijn kleine vriendin. Oh, ik heb lekker tegenlicht zo. Maar mijn hoofdpijn gaat niet over, dus ik ga gewoon vroeg mijn bed in. Ik wil je nog wel bedanken voor het kijken. Laat natuurlijk even een duimpje achter. En dan zie ik je morgen. Doei doei.